Goedemiddag en hartelijk welkom bij Huissen TV. Voordat we aan het programma gaan beginnen, heb ik eerst een belangrijke mededeling voor u. Vanaf zondag 16 juni, houd het op met Huissen TV, 16 juni is de laatste uitzending. Namelijk 23 juni schakelt UPC het kanaal van Huissen TV uit en kunt u gaan kijken naar de nieuwe lokale omroep Lingewaard Lokaal. Velen van u zullen zeggen, jammer, natuurlijk, dat vinden wij ook, maar de programma's zoals Huissen TV ze nu maakt en de vrijwilligers van Huissen TV gaan samen over naar de nieuwe lokale omroep. Op 28 mei starten we al op het digitale kanaal van UPC. Dus als u digitaal televisie kijkt, is dat al vanaf 28 mei te zien. U ziet dan de tekst-tv, oftewel de kabelkrant van Lingewaard. Lokaal. In de ether, dus via de autoradio of via de transistorradio, kunt u dan ook al de radio van Lingewaard lokaal beluisteren op 93.6. En uiteraard zit de radio ook weer onder de tekst-tv-kabelkrant. Huissen TV heeft dus nog twee uitzendingen te gaan, waarvan er vandaag dus eentje is. En wat gaan we vandaag doen? We hebben vandaag twee gasten. Ans Buurman is vrijwilligster op Kasteel Doornenburg. En zij organiseert daar samen met anderen de culturele agenda. Daar staat heel wat op het programma. En Ans gaat ons daarover vertellen. Dan is Jan van Etter, die namens het Umdrachtcomité het een en ander komt vertellen over de aanstaande Huissense Umdracht van 2 juni. Een feestelijke Umdracht. En waarbij ook hoog bezoek aanwezig is. En we beginnen met de Stichting Exodus Wandeltochten. In de reeks van herdenkingspanelen is een paneel geplaatst bij het Dominicanenklooster hier in Huissen. Het klooster heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog ontzettend veel geleden aan beschietingen, maar het was een toevluchtsoord voor velen. Goedemorgen allemaal. Het is een groot genoegen om hier. Het is als een geschenk te mogen ervaren dat er zoveel opkomst is en dat de zon schijnt. Ja, vanavond. Want het is niet vanzelfsprekend dat de zon schijnt. Er is een tijd geweest dat nog de zon scheen en dat men zou wensen dat er alleen maar regen was. Want in 1944, in oktober, september-oktober 1944, toen werd deze omgeving het centrum van hevige gevechten. De operatie Market Garden was op 17 september begonnen. En omdat die mislukte, verlegde het strijdtoneel zich naar een bredere front. En dat betekent dat de Betuwe midden in het terrein lag waar de tegenstanders elkaar tegenkwamen. En waar militairen met elkaar vechten, je hoeft maar naar de tv te kijken, dan zie je dat burgers ook slachtoffer worden van dat geweld. En dat is hier ook gebeurd. In september 1944 stroomde het klooster vol met vluchtelingen. Want alles en iedereen werd gebombardeerd. De kogels, de granaten vlogen om de oren. En daarom gaan we dadelijk een monument, een gedenkteken onthullen, dat verwijst naar die periode. Toen het klooster de deuren openzette en gastvrijheid verleende, maar dat is beleefd uitgedrukt, aan zieken, zwakken, misselijken, van alles. Dan wil ik nu het woord geven aan waarnemend burgemeester De Vreese van de gemeente Lingewaard. Dames en heren. Er is een gezegde, laat je verrassen. Ik zal u eerlijk bekennen, ik ben op dit moment redelijk verrast. Verrast dat u met zoveel naar dit bijzondere moment bent gekomen. En met mij, neem ik aan, ook getroffen bent door de bijzondere woorden van de voorzitter en de prior. Over het verleden en de reden dat wij hier bij elkaar zijn. Ik stond net even na te denken over de woorden van de prior in het kader van de Pinksteren. Gerechtigheid, goedheid, vrede.
En ik zou daar zelf nog de wijsheid aan toe willen voegen. Ik kan me hier wel als kind herinneren dat ik in een heilige mis altijd bijzonder gefascineerd was door het feit, omdat ik het goed zeg, dat die apostelen daar met elkaar in angst en beslotenheid zaten. En dat op een gegeven moment met de vlammetjes boven hun hoofd ze alle talen spraken. Als kind sprak me dat natuurlijk aan als je je Franse woordjes probeert te leren. Maar meer in het beeld dat je met die wijsheid de wereld aan kunt en naar buiten durft te treden. Ik heb de afgelopen dagen en weken een paar keer in Lingewaard, maar met name ook in Huissen, de herdenking van 4 en het vieren van 5 mei onder woorden mogen brengen. En ik heb daarbij een paar keer geprobeerd, als iemand van na de oorlog, mijn gevoel uit te spreken daarbij. En dat zit natuurlijk aan de ene kant ontzettend verankerd in het eerbetoon, in het gedenken van al die wreedheden in de Tweede Wereldoorlog. En terecht dat we daarbij stilstaan, letterlijk en figuurlijk. En niet alleen 2 minuten, maar hopelijk langer dan dat. Aan de ene kant dus het herdenken. Maar tegelijkertijd het nadenken over hoe heeft het kunnen gebeuren? En hoe slagen we er met elkaar nog steeds niet in om herhaling te voorkomen? Of met andere woorden, welke lessen zijn er te trekken. En als ik dan vanuit mijn naoorlogse beleving dat aanschouw, dan merk ik tot mijn grote genoegen dat de aandacht voor herdenken steeds groter wordt. Terwijl we 10 jaar, 20 jaar geleden ons nog wel eens afvroegen, moeten we er niet langzamerhand een punt achter zetten, is de overtuiging dat met name naar de jongere generatie die boodschap levend gehouden moet worden, overtuigend aanwezig. En je ziet ook bij dit soort bijeenkomsten en op alle andere momenten dat die belangstelling ook van die jongere generatie aan het groeien is. En dat geeft voor de Pinkstergedachte de wijsheid weer extra hoop. Steden zijn iets bijzonders. Plattelandskernen natuurlijk ook. Waarnemend burgemeester van Lingewaard moet je altijd oppassen met je woorden. Maar steden zijn iets bijzonders. En zijn bijzonder omdat mensen daar niet alleen wonen, maar vaak ook werken en veel meer dingen met elkaar hebben dan het wonen. En steden vertegenwoordigen dan ook vaak, als je daar doorheen loopt, een stuk van de geschiedenis. In de ene stad nog in volle glorie aanwezig en in de andere stad door omstandigheden verborgen. Verborgen in het verleden, maar ook door verwoestingen of anderszins niet meer zo aanwezig. En ik vind wat dat betreft Huissen wel een heel mooi voorbeeld van een stad die aan de ene kant nog zo herkenbaar is uit het verleden en waarbij je tegelijkertijd ziet dat er zoveel gebeurd is wat in dat verleden ligt en niet meer terugkomt. En de oorlog, de laatste oorlog, is daar natuurlijk een enorm gebeuren bij. En deze plek misschien nog wel de meest bijzondere. En terug naar mijn eerste woorden. Ik vind het een geweldige opgave om ook op deze plek, in deze bijzondere stad, met deze bijzondere mensen, aan de ene kant het eerbetoon naar gevallenen, naar omgekomenen, te eren en levend te houden, maar tegelijkertijd die boodschap naar de toekomst voor de jongere generatie. En daarom kan ik u zeggen namens het gemeentebestuur dat wij met dit soort initiatieven van Exodus, mogelijk gemaakt door sponsors en anderen, ontzettend blij zijn. Niet zozeer voor ons, maar wel voor die komende generaties die naar ik hoop elke keer weer geboeid zullen zijn als ze door dit prachtige stukje Huissen lopen en dan hier staan, het paneel lezen en hopelijk de boodschap begrijpen. En aan de ene kant het eren van zij die vielen.
En aan de andere kant de boodschap die daar ook in zit. Dat nooit meer. Ontzettend veel dank aan u allen. Dank aan de initiatiefnemers. En ik hoop van harte dat dit paneel een enorme, zonnige, wijze toekomst tegemoet gaat. Ik dank u wel. Voor hun nieuwe productie moesten ze uitwijken vanuit de Kenkel naar een prachtige boerderij, de Doornik in Bammel. Theatervoorstelling Koppendicht van Theater Pan was een dermate productie in decorbouw dat het gewoon niet in te passen was in de Kenkel. Regisseur Ton Schuring waagt zich met zijn cast aan een stuk dat zelf John Lanting niet durfde te spelen. Een hele uitdaging. Maar we kunnen het aan. Hoe kom jij hier terecht? Nou, volgens mij heb ik al 5 jaar geleden ben ik al in Bammel heb ik al geregisseerd. En we zien nog Lingewaard. Of niet meer? Ja, dat is een hele goeie. Ja, je zit bij het toneelgezelschap Theater. Ja. Dit moet een hele spectaculaire voorstelling worden. Ja. Want toen ik binnenkwam was dat meteen koppendicht. Ja. Wat heeft dat te betekenen? Zo heet het stuk. En als je het stuk ziet, dan weet je ongeveer wat het over gaat. Ja, het is een stuk eigenlijk in 3 delen. Het is 3 keer hetzelfde stuk, maar er zit een tijdspanne tussen. En in die tijdspannen verandert het stuk steeds. Dus het begint als een gewoon stuk, zeg maar. Ik mag niet te veel verraden. Ik moet zo uitkijken. En dan gaan we weer een maand verder en we gaan naar de laatste voorstelling. En in die tijdspanne verandert het stuk eigenlijk gewoon. Ja. Wat is het dan voor een stuk? Is het een huilstuk, een lachstuk? Een lachstuk. Het is een, het John Lanting genre, zeg maar. Deur dicht, deur open. Het is plat, van de ene deur naar de andere deur. Het is, daar gaat het eigenlijk om. Een beetje ADHD? Dat kunnen we zeggen, ja. Voor een hoofdspeler is het inderdaad ADHD, ja. Nou is het een stuk waar het publiek om moet lachen. Ja. Tenminste, zo is het geschreven. Ja. Is dat makkelijk te spelen? Nee, het is moeilijk wat er is. Humor is moeilijk wat er is. Humor is timing. Ik bedoel, ik kan jou een bak vertellen en dan lig je helemaal onder tafel en jij vertelt dezelfde bak. En ik zit jou aan te kijken, waar hebben we het over? Dus het is gewoon hartstikke moeilijk. Daar zijn we inmiddels ook wel achter gekomen. Hoor. Het zit hem in niks. Het zit in net even dat mimiek, net even die stilte, net even de snelheid, de draai die je maakt op het toneel, de lichaamstaal, daar zit het in. Dus hartstikke moeilijk. Ja. Kun je dat leren? We doen ons best. Ja, de ene heeft het weer, met de andere niet. Ja. Ja. Nou ben ik gewend dat een toneelvereniging altijd speelt in een heel mooi theater. Ja. Maar toen ik binnenkwam zei ik heb 5 keer het paspoort laten zien, want jullie zitten helemaal in de middle of nowhere. Hoe ben je hier terechtgekomen? Ten eerste, vind je geen mooi theater? Ik vind het super. Het heeft iets. Als je een keer met de camera rondgaat, je weet niet wat je ziet. Dit is uniek. Ja. Je zou zeggen dat er elk moment een horde cowboys binnen kon lopen. Bijvoorbeeld, ja. Ja. Nee, het probleem was, het decor is het probleem. We spelen normaal als in de Kinkel in Bammel, maar dit is zo'n immens groot decor dat het hebben verschillende effecten nodig, dit decor, en dat kon in de Kinkel niet. Dus we zijn naast op zoek gegaan naar een mogelijkheid om het überhaupt te kunnen spelen. Nou, we hebben verschillende mogelijkheden onderzocht, maar dat ging net niet of het was te koud of nou in ieder geval. Maar toen kwamen we uiteindelijk hier terecht, bij Jean Knossen. En dit is eigenlijk de ideale schuur, de ideale gelegenheid om het te spelen. We hebben extra vloer moeten storten, ja. Nog voor het decor. Want het is echt een oude koeienschuur. Dus het loopt aan alle kanten loopt het af. We hebben er enorm veel werk in gestoken. En het is, nou volgens mij, je hebt het zelf gezien, het is aardig geslaagd. Ja. Ja. Is het een optie voor blijvend? Als theater, bedoel je? Dit? Ja, voor mij wel. Maar of het voor de eigenaar zo is, dat weet ik niet. Ja. Hey, hoe lang ben je bezig geweest met de voorbereidingen voor het stuk? Meer dan een jaar. We zijn in februari vorig jaar zijn begonnen. Maar in ieder geval tekst met het stuk te lezen, tekstrepetities. En toen zijn we in Angeren bij de ploeg hebben het geoefend, zeg maar, daarboven op zolder. Dus hebben we het een beetje gezet, maar dit is eigenlijk een stuk waar je in het decor moet spelen. Want het is zoveel met timing te maken, dus daar moet het decor bij zijn. Allemaal trappen en deuren. Dus dat is heel belangrijk. Dit stuk valt en
met verkeerde timing. Het hangt en valt met timing, ja. En je had het er net over, het stuk duurt drie keer het stuk. Ja, drie keer. Ja, maar hoe lang duurt het stuk dan? Nou, met de pauze erbij schat ik 2,5 uur, denk ik. Ja, 2,5 uur. We beginnen overigens om 7:30. Omdat het 2,5 uur, omdat het vrij lang duurt. Met eventueel openbaar vervoer, want er is hier wel een bushalte aan de overkant. Ja. Dus daarom zijn we 7:30 eerder begonnen. Dus omdat de mensen die willen komen. En natuurlijk met massaal komende mensen, ik snap dat wel. Maar dan moet je in ieder geval, zijn we 7:30 eerder begonnen. Ja. Ja. Nou, zeg je net, het is een van de moeilijkste stukken om te spelen. Ja. Maar waarom begin je er dan aan? Ik bedoel, het is een amateurgezelschap. Ja. Die hebben best wel kwaliteiten in huis. Ja. Maar toch, John Lanting, dat is niet de eerste de beste. Ja. En die stond twee keer over te twijfelen of hij het wel of niet zou doen. Ja, die heeft afgeketst, ja. Het is een heel moeilijk stuk. En daar zijn we ook van, waren we ons ook van bewust. Hebben we ook gezegd van tevoren, we doen het. We hebben in ieder geval de spelers ervoor, dat vond ik. Want ik ken de spelers al langer. Maar het is en blijft een uitdaging. Het is ook erg een uitdaging. Het is iets voor alle spelers, denk ik wel. Dat geldt voor iedereen. Dat het is niet gemakkelijk een stuk om te spelen. Het is, je moet alles wat je in je hebt, moet je laten zien. En dat vergt voor mij ook best wel veel, hoor. Want het is gewoon hard. Het is een heel moeilijk stuk. Ja. Het is hard werken ook voor de regisseur. Ja, absoluut. Ik kan het gelukkig. Ik kan het ook niet allemaal meer onthouden, gelukkig. Maar er zijn zoveel dingetjes, zoveel. Kleine, nou het is met wat ik net zei, bijvoorbeeld timing. Ja, dat moet je 10-20 keer over doen om precies die timing dat degene van bovenaf naar beneden is of het die deur net open gaat. En, ja, het, verschrikkelijk moeilijk. Ja. Nou, is het een lachstuk? Ik bedoel, John Lanting kennen de vliegendeuren, de vlieg van alles door het decor heen, soms zelfs personen. Kun je dan nog wel als speler en regisseur zelf de lach onderdrukken? Ja, op een gegeven moment heb je het zo vaak gezien, dan wordt het... ja goed, als ik jou 10 keer dezelfde bak vertel, lach je ook niet meer bij de 10e keer. Maar nou ja, ik hoop wel dat natuurlijk voor het publiek... Het is ook vaak heel moeilijk. We zitten vaak met repetities en dan lachen we zelf heel erg. Nou, dan hebben we een scène, nou, dan liggen we echt in de deuk. Maar dan is het publiek en het ene publiek lacht erom, de andere publiek. Het is heel moeilijk. Het is heel moeilijk te zeggen van, nou, daar zit hij. Die pakken we, die gaan we aanzetten of zo. Nee, het is onvoorspelbaar. Ja. Maar hier zit zoveel lach weer. Het is, als het goed is, als we het goed spelen met de passie die we erin leggen, dan maken ze wel wat mee, ja. Er zit in het hele stuk zit nog één grote verrassing en dat is het iets met het decor dat... Wil je niet vertellen, want dat moet een verrassing blijven. Van wanneer tot wanneer speel je het stuk? Van, jongens, vertel eens even. 23 mei tot 24 mei tot 23 juni. Klopt dat, jongens? Ja. Maar de mensen kunnen eventueel ook op de website kijken. Hè? En we hebben nog een leuk affiche wat we laten zien. Ja, nou, ze moeten op de website kijken. Theater Pan. En daar kunnen ze via de website de kaarten bestellen. En ze kunnen in Bemmel bij Polman kunnen ze ook kaarten bestellen. Okay. Ja. Hey, wij mogen direct een paar stukjes filmen, heb je gezegd. Ja. Niet alles, want dan geven we te veel weg. Ik wens jou en jouw spelers heel veel succes. Ja. En voor de rest koppen dicht. Ja, is goed. Ik hou mijn mond dicht. Dankjewel. Kasteel Doornenburg kennen velen van u ongetwijfeld van de bekende televisieserie die er ooit gemaakt is. Floris. We zaten urenlang voor de televisie. Maar het kasteel is tegenwoordig heel iets anders geworden, namelijk een ontmoetingscentrum. Er gebeurt van alles. En iemand die daar ook van alles over vertellen kan, is Ans Buurman. Zij is een van de vrijwilligsters op Kasteel Doornenburg. Ans, welkom. Wat doe jij precies op Kasteel Doornenburg? Ik organiseer al sinds jaren culturele evenementen. Onder andere concerten op zondag. Ja. En wat voor evenementen dan nog meer? Ik bedoel, we hebben muziek dan? Theater, cabaret? Ja, van alles wat zich voordoet en wat interessant is. Ja. Hoe is dat ooit begonnen? Nou, in 1988, als ik het goed heb, ben ik op een gegeven moment benaderd door het college van BMW. Ja. Van de gemeente Bemmel. Of ik een idee in had om culturele evenementen te gaan doen op het kasteel.
om het kasteel wat beter op de kaart te brengen en te promoten. Maar waarom komen ze dan bij jou terecht? Had jij ervaring in dat soort spullen? Of ben je een cultureel iemand? Nou, ik ben altijd heel actief geweest. Ik kom eigenlijk uit Gent. Ja. En daar ben ik altijd heel actief geweest in het verenigingsleven. Onder andere bij de Harmonie, bij het Jongerenkoor, bij ja, van alles wat zich daarmee verbindt. En ja, mensen hadden toch denk ik wel vertrouwen in mij dat ik dat aan zou kunnen. Nou, ik heb er een poosje over nagedacht en dacht van nou, ik was toen net in Doornburg komen wonen en ik had me in Gent met alles gebroken wat het verenigingsleven betreft. Ook om meer rust te krijgen, ja. Om ons huis te verbouwen in Doornburg. En ik had dus eigenlijk helemaal niks meer met verenigingen of zo te doen. En ik dacht van ja, dat lijkt me wel heel erg leuk. Maar hoe dan? Inmiddels waren er nog een paar andere mensen benaderd vanuit datzelfde college. En we hebben de handen in elkaar geslagen. En we zijn begonnen. Dat was in het begin niet makkelijk, want je begint met helemaal niks, zonder geld. En de voorwaarde was wel min of meer, haal de cultuur uit onze eigen omgeving. En nou, we zijn dus begonnen met een gemiddeld niveau van amateurmuzici en allerlei leuke dingen gedaan daar. En door de jaren heen is dat niveau opgegroeid of opgekrikt tot wat het nu is. En we mogen zeggen, er staat wel wat op het kasteel. Ja, want recentelijk Wibi Sobriabi, hè? Ja, bijvoorbeeld. Ik bedoel, dat is toch niet de eerste, de beste, maar nee. Hoe krijg je het management en Wibi Sobriabi zelf zo gek dat ze in het kasteel komen? Nou, dat is ook vooral de ambiance. Het kasteel heeft natuurlijk een geweldige uitstraling. En omdat we door de jaren heen nogal aan de weg getimmerd hebben met z'n allen, staat het behoorlijk op de kaart. En op een gegeven moment heeft het management van Wibi Sobriabi gezegd, weet je wat, we gaan eens iets anders doen. We willen nu eens een romantische kastelentocht gaan maken. Ja. En daarbij hebben ze een aantal kastelen in Nederland geselecteerd, waarbij ook Doornburg in de picture kwam. Dus Doornburg stond dus qua kasteel al op de kaart. Goed, ja, al heel goed aangeschreven. Ja. Ja, en het, je zegt net, we hebben al tal gehad en er komt ook van alles. Jullie hebben een soort van culturele agenda. Hoe maak je zoiets op voorhand al? Dat is ook in de loop van de jaren gegroeid. We hebben gezegd, nou, we moeten voor de mensen bekendheid geven. Dus we moeten op dezelfde dag van de maand proberen om iets te doen. Mm-hmm. We hebben gekozen voor de tweede zondag van de maand, voor zover dat dan kan, want soms zijn er andere activiteiten waardoor het wat lastig wordt. Ja. Maar als je daarmee begint, bijvoorbeeld om een jaar te plannen, dan moet je daar, ja, je bent eigenlijk continu mee bezig, want je haalt de muzici overal vandaan. Je leest in de krant wel eens leuke stukjes. Ik ga meestal zelf even luisteren wat het is. Dat geldt ook voor lezingen, voor toneel, voor... Ja, noem maar op. Ja. Je moet overal zelf achteraan. Maar zeker als je het niveau wil handhaven, dan moet je gaan kijken wat het is. En, ja. Maar hoe betalen jullie dat allemaal? We zijn begonnen met een heel lage drempel. Ja. We hebben jarenlang vol kunnen houden dat de entree 10 euro per persoon was. En de muzici, ja, die vragen natuurlijk wel wat. We hebben wel regelmatig wat subsidie gehad van de gemeente. Maar ja, het wordt nu toch wel een beetje moeilijker, zo moeilijk zelfs, dat we hebben moeten besluiten om de contributie of de entreegelden toch omhoog te doen. En ja, je ziet dan toch wel weer een kleine terugslag in het aantal gasten, in de bezoekers. Ja. Maar we hebben wel goede moed en goede hoop dat het allemaal goed door kan gaan. Want behoefte aan culturele ontspanning, die blijft. Die blijft, ja, dat is essentieel. Ja. Hey, agenda, dat houdt in dat er binnenkort weer het nodige op de agenda staat. Wat is het eerste waar de mensen naartoe kunnen? Het eerste wat we nu hebben, dat is op 2 juni een heel geweldig concert. Dat heet Canto Ostinato. Dat is muziek van Simeon ten Holt. Ja. Het is in de jaren 70 door hem gecomponeerd. Het is wat je noemt minimal music. Ja. Dat betekent, het is een kort thema wat daar gebruikt wordt, wat zich steeds in diversiteit herhaalt. Ja. Het wordt gespeeld bij ons door Ivo Jansen. Ivo Jansen is een van de favorieten. Ja, hij mag zich de favoriete pianist noemen van Simeon ten Holt. In de jaren 70 is door de kunstenaar Bonnie Willems uit Doornenburg een kinetisch kunstwerk ontwikkeld. En dat is heel ingenieus samengesteld. Ik heb het gezien. Ja. Het zijn deze kleine... Het zijn allemaal kleine rondjes. En achter elk rondje, achter elk figuurtje zit een klein uurwerkje.
In dit geval kun je het heel goed zien. Het middelste schijfje dat draait op een secondenwijzer. De schijf eromheen die draait per uur. En daaromheen draait nog een schijf. Dat draait 1 keer rond in 24 uur. Mm-hmm. En zo heeft hij 4 elementjes naast elkaar gezet en 4 onder elkaar. Dus je hebt een vierkant paneel met daarachter 16 uurwerkjes. Nu heeft Rob van Dongen, ook uit Doornenburg, die heeft dat van, hoe heet dat, ik ben even het woord kwijt, van mechanisch, heeft hij dat op computer geïmplementeerd, dus digitaal gemaakt. Nu hebben we Rogier Willems, dat is een neef van Bonnie Willems, van de kunstenaar die dat ontworpen heeft. Rogier, die heeft dat verder uitgewerkt op computer en die heeft dat zo geïmplementeerd en zo verwerkt dat het precies op de muziek, op het ritme van de muziek, heel langzaam aan bepaalde vormen gaat aannemen. En dat zie je op dit eigenlijk heel goed. Ja. Dus wat je hier dus ziet boven de piano. Ja. Dat gaat dan precies op, wat ik al zeg, op het ritme van de muziek. Het is ook heel moeilijk om uit te leggen. Ja. Maar dan draait dat zo in elkaar, want het zijn in wezen dus 16 schijfjes wat je hier ziet. Ja. Dat draait dan heel ingenieus in elkaar, zodat het een bepaald beeld vormt. En dan is er net een kleine adempauze in de muziek. En ja, je moet er goed op letten, wil je dat allemaal meekrijgen. Maar ja, ik vind het geweldig. Ja. Is de muziek gemaakt naar aanleiding van de kunst? Of? Nee, de muziek was er eerst. En Bonnie Willems heeft toevallig in diezelfde tijd, op eigen houtje zeg ik bijna, heeft hij toevallig dat kunstwerk ontworpen. Ja. En Rogier Willems, die was onlangs, een paar jaar geleden bij hem. En die zag dat en die kende heel goed die muziek van Canto Ostinato, mm-hmm. dat stuk. Ja. En die heeft gedacht van, hé, dat kan heel mooi samengaan. En dat hebben ze samen in petit comité hebben ze dat zo samen uitgewerkt. En daar is dit door ontstaan. Ja, dit is op 2 juni. Begint 's avonds, als ik op het affiche kijk, om 5:30 in de RK Kerk Doornenburg. Is dat niet op het kasteel? Nee, we hebben moeten besluiten om het niet op het kasteel te doen, omdat we met een heel groot scherm werken. En dan moet je toch een bepaalde afstand houden. Ja. Wil je daar niet te kort bovenop zitten? En dan kunnen we te weinig mensen kwijt. En dit is zo'n geweldig concert dat we daar heel veel, het blijkt ook al, heel veel belangstelling voor hebben. Ja. Moeten de mensen hiervoor kaarten reserveren? Ja, en het liefst van tevoren betalen, zodat we bij de kassa de doorstroming zo goed mogelijk kunnen doen. Okay. Ik wil ook nog zeggen, dit is in het kader van het geluk van Lingewaard. En we hebben gekozen voor 5:30, omdat dan de kunstroute, die dan vanaf 1 juni daar door Lingewaard gaat, die is om 5:00 afgelopen. En dan kunnen alle mensen die daar hun dingen moeten doen overdag, die kunnen dan lekker, wat ons betreft, naar het concert komen. En na afloop van het concert krijgen ze met inlevering van de entreekaart €1,50 korting op het kasteel. Okay. Dus kunnen ze lekker een hapje of een drankje. Waar bestel ik de kaarten? Bij mij, of bij Jan van Zwaai, of bij de beheerders. Maar het staat allemaal op onze site, www.kasteeldoornenburg.nl. En dan heb ik nog niet gehoord wat de kaarten kosten. Die kosten €18. En dan voor zo'n spectaculair concert? Het is echt geen geld. Ja. Het draait op het ogenblik overal in de Schouwburg. Ja. Ik heb het zelf in de Schouwburg in Kuik gezien. Het is echt fantastisch. Ja. Dat is 2 juni. Ja. Het eerstvolgende daarop is? Het eerstvolgende daarop, dat sluit aan op dit concert. Dat is de tentoonstelling van Canto. Ja. Die is te zien van 4 juni tot en met 14 juli. Dat is 6 weken lang. In de kapel van het kasteel op openingstijden. Okay. En daar speelt de muziek en daar draait dat grote op het scherm draaien deze beelden van Bonnie Willems. Okay. Prachtig. Dus mocht je het concert om wat voor een reden missen, dan heb je nog een nakijkje. Precies. Ja. Dan kun je de sfeer nog proeven en bekijken in de kapel. Dat is het concert en van 2 juni zondags en daarna de installatie van de beelden en het geluid in de kapel. In de kapel. Dan gaan we, ik blader maar even om, want het is zo'n volle agenda, 15 juni. Ja, 15 juni, dan hebben we een concert van de Philharmonie Gelre. Ja. Dat is een, mag ik even goed denken, want ik heb zoveel dingen die je tegenkomt. Dat is een regionaal symfonisch blaasorkest uit Arnhem. Van ongeveer 70 mensen. Ze spelen in de hoogste divisie van de KNF. Ja.
Dat zegt wat natuurlijk. Ja. En ze hebben een heel leuk programma waar ze onlangs mee ook in Berlijn zijn geweest. Ze gaan elke 3 jaar maken ze een buitenlandse trip met z'n allen. Mm-hmm. En ja, dat is ook een heel bijzonder concert. Dus hele mooie muziek. Het is op het Binnenplein 's avonds. Ik wil zeggen, want zo'n grote orkest kun je niet kwijt in de Nee, dat is te klein. Maar het is ook heel prachtig natuurlijk om een mooi zomeravondconcert te doen. Mm-hmm. Op deze manier. Ja. We hebben in eerste instantie gedacht dat de mensen zelf stoelen mee moesten brengen. Maar dat is toch niet nodig. We hebben er toch genoeg. Ja. Maar ik zou wel zeggen, breng een paraplu mee. Want als het niet helemaal droog blijft, dan... Je zegt zo'n mooi zomeravond. Maar hoe laat begint bij jullie de avond dan? Om 8 uur. Het concert begint om 8 uur, binnenlopen vanaf 7:30. Ja, kosten? En kosten €10. In de voorverkoop 9. Zo, dus je hebt het in de aanbieding dan, want je had het net over te worden aan wat duurder. Jawel, normaal zijn we ook iets duurder, maar voor dit concert kunnen we. Soms kunnen we een uitzondering maken. Oké, dan hebben we nog 1 activiteitje. En dat is begin juli. Want er staat nog meer op, maar ik denk dat we daar gewoon eens een keer voor terug moeten komen. Want anders dan vergeten de mensen het weer. Ja, oh ja. We hebben 6 en 7 juli het 5e Lage Landen Riddertoernooi. Ja. Wat is dat? Nou, dat is eigenlijk niet helemaal, ligt niet helemaal binnen mijn competentie. Dat wordt georganiseerd door een andere club vrijwilligers. Ja. Maar dat is inmiddels, heeft dat een hele grote naam in Nederland. Het is een middeleeuwse ridderfestijn. De ridders gaan elkaar in harnas te lijf. En daar is een wedstrijd aan verbonden. En met prijzen. En dat trekt ook altijd heel erg veel publiek. Het is heel gezellig voor het hele gezin om daar te komen. En, ja. Het is ook altijd heel erg druk. En, ik kan het alleen maar aanbevelen. Goed. Het is gewoon geweldig. Gaan we doen. Hey, dan is er op Kasteel Doornenburg nog een andere stichting actief. En dat is... Dat is de Stichting Kasselklee. Dat is eigenlijk een voortvloeisel ook uit de culturele commissie. Ja. Die heeft in 2011 de eerste keramiekmanifestatie georganiseerd. In 2013 is dat niet helemaal gelukt op het kasteel. Maar we zijn door het geluk van Lingewaard gevraagd om iets te doen, iets te organiseren in het kader van dat geluk voor het kasteel en iets voor het fort. En toen hebben we gedacht, nou dan doen we... Kasselklee in een hele kleine versie. Dus we hebben nu een keramiekmarkt op Fort Pannerden op 2 en 23 juni. Oké. Okay. En welke werken of van wie kunnen we daar werk zien? Daar kunnen we werken zien van onder andere Pauline Hoeboer. Dat zijn allemaal zeer goede gerenommeerde kunstenaars. Ja. Dit keer alleen uit Nederland. Onder andere Annika Delfos, Rinske Dietz, Pauline Hoeboer, Hanneke Engel, Peter Hiemstra... Enzovoort. Ja. Het is echt nu nog even te veel. Op de kleine flyer te zien is het allemaal heel leuk werk. We zullen het is heel bijzonder werk nog even in beeld brengen. Ja. Voldoende te doen op het kasteel, denk ik. Ja, we zijn er ook heel blij mee en het loopt heel goed. We doen het graag allemaal. Dus. Ja. Ik zou je willen uitnodigen om voor de agenda na de vakantie om nog eens een keer terug te komen. Nou, graag. Of wij gaan op bezoek. Op het kasteel en dat we dan over de activiteiten praten. Altijd welkom. Zodat de mensen wat meer open deuren in het kasteel zien. Om het zo eens te zeggen. Geweldig. Dat is ook heel belangrijk om het vol te kunnen houden. Goed, dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Onze vrijwilligers, onze sponsoren en onze adverteerders zijn het fundament geweest in het begin van Husse TV. Zij maken en maakten het allemaal mogelijk dat u gedurende 17, 18 jaar naar Husse TV kunt kijken. Ook bij de nieuwe omroep komt u ze tegen. De vrijwilligers, de adverteerders en de sponsoren met hun mededelingen. Alles onder één dak bij Janssen Sound & Light in Gent. Oren en ogen voor geluid en licht. Voor verkoop en verhuur van theaterverlichting, geluidssystemen, mixers, mengtafels, lichteffecten, van microfoons tot rookmachines. Alles voor u onder één dak. Janssen Sound & Light in Gent. Als uw wensen groter zijn dan uw budget, bel ons dan gerust. Want voor elk probleem zoeken wij de juiste oplossing. Janssen Sound & Light. 0841-425-335. Kom eens een kijkje nemen in de gezelligste kringloopwinkel in de regio. Twice is nice in Husse. Bij ons vindt u voor ieder wat wils. Van witgoed tot klein huisraad, van curiositeiten tot LP's en van kleding tot complete meubels. Heeft u bruikbare spullen, dan halen wij die bij u op.
Twice is Nice. Nijverheidsstraat 33C in Huissen. Tussen Praxis en Floor Factory. Het steegje in. 026 327 5579. Of kijk op twiceisnice.nl. Boerderijwinkel Het Zand. Bij ons vindt u streekgebonden producten regelrecht van het land. Diverse groentes, fruit en verschillende soorten meel, wijn en jams. Heerlijke boerenzuivel. Boerderijwinkel Het Zand, Molenweg 2. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 8:15 tot 5:00. Kijk ook op www.boerderijwinkelhetzand.nl. Marcus groeit op in een achterstandswijk in Berlijn. Hij is één van de vele kinderen die jaarlijks door Europa Kinderhulp worden uitgenodigd voor een leuke tijd bij een vakantiegastgezin in Nederland. Hij geniet hier van de liefde, aandacht en de structuur van het gezin en kan gewoon even kind zijn. Ik ben Fatma Gensch. Ik ben ambassadeur van Stichting Europa Kinderhulp. Marcus is slechts één van de duizenden kinderen uit Europa die toe is aan een hartverwarmende vakantie. Gunt u een kind de vakantie van zijn leven? Word dan vakantiegastouder of donateur en ga naar europakinderhulp.nl. De Tussenstroom was een stichting die mensen met een lichamelijke beperking ondersteunde op tal van gebieden. Ik zeg was, want de stichting krijgt geen subsidie meer en is per 1 mei 2013 gestopt. Wij gingen in gesprek met de penningmeester Walt Schone. We hadden na Jan geen interview meer, hè? Of geen film meer, hè? Dus je moet hem afsluiten. Oké. Jan zit dus nog naast je. Goed. Ja, hoe sluit je de ene laatste uitzending af? Oké, goed. Ja, en na het gesprek met Jan van net over de Huissense Umdracht ga ik de, ik weet niet hoeveelste uitzending van Huissen TV afsluiten. We hebben er nog één te gaan. En wat zal ik daar nou op zeggen? Niks. Ik doe hem nog een keer. Walt Schone, u bent penningmeester van een stichting. Ja, wat eigenlijk al bijna geen stichting meer kan zijn, want u krijgt geen subsidie meer. U bent penningmeester van de stichting De Tussenstroom. Wat doet De Tussenstroom eigenlijk? Nou, De Tussenstroom is een gehandicapte platform. Dat betekent dat wij
mensen met een beperking, en dan is het lokaal, dus in Lingewaard, proberen te faciliteren, helpen, advies geven op het moment dat er problemen zijn die voortvloeien vanuit hun functiebeperking. Mm-hmm. Dat kan van alles zijn. Pakweg iemand die blind is en die een kort stukje moet lopen. Daar zijn geen blinde geleidertegels. Dan gaan wij naar de gemeente en wij vragen die tegels aan en geven ook aan hoe die tegels neergelegd moeten worden. Mm-hmm. Dat is vaak het probleem bij gemeenten en bij de onze dus ook. Dat de algemene richtlijnen redelijk bekend zijn. Ik zeg met name redelijk, omdat ze nogal eens wijzigen. Dus het is een specialisme op zich om bij te houden hoe het nu weer precies geregeld wordt vanuit de overheid. Wij weten dat, wij behouden die deskundigheid, wij houden dat ook up-to-date. Maar u zegt wij hebben die deskundigheid, hoe komt u daaraan dan? Want de Tussenstroom is een stichting die werkt met vrijwilligers. Ja, wij zijn allemaal deskundige vrijwilligers op ons eigen terrein. Die deskundigheid is er dus al. Het kan een ervaringsdeskundigheid zijn. Mensen die in een rolstoel terechtgekomen zijn en met verschillende problemen met passen en dat soort zaken te maken hebben gekregen. Van daaruit wordt gekeken wat de regels zijn, wat de richtlijnen zijn. En vanuit die ervaringsdeskundigheid kijken we ook wat de praktische oplossingen zijn. En die praktische oplossingen, die zorgen dat mensen ermee uit de voeten kunnen. Dat lijkt me belangrijk. Ja. En daarnaast is het meteen zo dat praktische oplossingen over het algemeen ook niet de duurste oplossingen hoeven te zijn. Als iets goed functioneert, dan is het adequaat. Ja. Daar zijn wij in gespecialiseerd. En daar hebben we een team van mensen. Dat waren er een aantal jaren geleden 35. Dat is teruggelopen naar 23, met name door de integratie hier in Lingewaard. Veel mensen wilden echt in hun kern werken, mm-hmm. in hun eigen bekende kring. En hadden dan een probleem om dat wat in grote verband te doen. Want dan moet er ook vergaderd worden. En dat was nou precies waar ze niet zoveel trek in hadden. Daarna, van die 23 zo'n beetje, werd er goed gewerkt. Onze vergaderingen zijn werkbesprekingen, waarin dus uitgewisseld wordt wat er moet gebeuren. Kennis wordt uitgewisseld. We hebben trouwens ook seminars daarnaast. Dus er worden vergoedingen gegeven voor het gaan naar een seminar. Ja. Verder niet. Hè? Dus de overige kosten, het zijn vrijwilligers, zijn voor eigen rekening in zo'n geval. Studiemateriaal wordt vergoed, dossiers worden vergoed. En de mensen die dan op die manier op de hoogte zijn, wisselen die ervaringen uit. En die werkbesprekingen als zodanig, dat zijn eigenlijk besprekingen om praktijkgevallen op te lossen. Ja. Nou, maar hoe lang werkt Tussenstroom nu dan? Als Tussenstroom hebben we in 2011 ons jubileumjaar gevierd en dat was 10-jarig bestaan. Daarvoor had je gehandicapte platforms die al een aantal jaren bestonden in de diverse kernen. Dus de ervaring is van decennia, kan je bijna zeggen. Ja. Maar nu stond er vanmorgen een hele grote kop in de krant. Tussenstroom stopt per 1 mei. Hebben jullie er geen zin meer in? We hebben, ik zou bijna zeggen, een topsport uithoudingsvermogen getoond. We hebben 3 jaar lang moeten knokken om voldoende middelen te krijgen om ons werk voor te kunnen zetten. En dat knokken is gepaard gegaan met toch wat onplezierige toestanden. Er is ook veel vergaderd, nodeloos vinden wij, over dit soort zaken. En dat is feitelijk ontstaan door de keuze die de gemeente gemaakt heeft. Gemeente, dan bedoel ik wethouders en daarbij dus de raad. Ja. Om het hele sociale werk uit te besteden aan een, ik mag eigenlijk niet zeggen, commerciële organisatie. Een organisatie die bestaat uit betaalde mensen. En die hebben de volmacht gekregen van het college om zelf het volledige budget in te vullen naar eigen goeddunken. Daarin was geen plaats meer voor de Tussenstroom. En voor
de SWL-bestuurder, dat is eigenlijk degene die het voor het zeggen heeft in dat verhaal. Want het was een stichting met een bestuur. Bestuur is raad van toezicht geworden. Er is nu nog maar één beleidsmaker, directeur. En die bepaalt in wezen in zijn eentje het totale budget van het sociale deel van de gemeente Lingewaard. Maar waarom dan geen budget meer voor de tussenstroom? Dat is ons niet helemaal duidelijk geworden. Het wordt gewoon niet verstrekt. Ook niet als de afspraken gemaakt zijn. Eind 2010 is er overleg geweest met de toenmalige voorzitter van de SWL. Dat is die stichting, die organisatie van professionals dan. Die heeft toegezegd dat hij het budget zou voldoen. Het stond ook gerubriceerd als zodanig in de raadstukken. Met ook nog eens een keer onze naam daarbij. Ja, dat geld, dat kwam niet. Dus wij zijn gaan protesteren, uiteraard. Want om iets te kunnen doen, heb je toch bepaalde middelen nodig. Noem maar wat we uitgeven aan het scholenproject, het lesmateriaal dat erin zit. Ik bedoel, ja, die dingen kosten nou eenmaal geld. Ja. Het werk van de mensen, onze vrijwilligers, is gratis. Dus op het moment dat wij zo'n scholenproject hebben, is het enige geld datgene wat uitgegeven wordt aan het materiaal. Ja. Waarom de SWL ons geen gelden wil verstrekken, daar mag ik eigenlijk alleen maar naar raden. Wij passen niet in hun organisatieverhaal. Wij zijn eigenwijs. Wij weten het beter. Dat is ook zo. Op ons werkterrein hebben zij nauwelijks een idee wat er zou moeten gebeuren. Ik denk ook niet dat ze dat zullen ontkennen, want het is ook regelmatig in het openbaar toegegeven. Alleen, ze hebben geen geld over voor organisaties van vrijwilligers. Dat vinden ze zonder geld. Hun model, en dat wordt gesteund door het college en na de hand ook door de raad, is heel simpel. Er zijn betaalde krachten en die sturen naar believen vrijwilligers aan. Maar dat houdt dan in dat de nu cliënten van de tussenstroom, dat die buiten de boot gaan vallen. Dat is helaas helemaal waar. Met een kleine verzachting, en dat is iets wat past bij de mensen die dit doen. Individueel, op het moment dat we vragen krijgen, dan gaan we uiteraard helpen. Er liggen nu ook weer 3 bouwaanvragen. Mm-hmm. Dat wordt gewoon uitgevoerd. En vanuit het restant aan middelen dat we dus nog hebben om slapend te blijven tot na de verkiezingen. Want we hopen dat er dan een betere bestuur in Lingewaard komt. Uit die middelen kunnen dus in ieder geval die bouwopdrachten nog vervuld worden. Ja. Dan zal ik een voorbeeld geven. Zo'n verbouwing, als je dat door de tussenstroom laat doen zoals dat tot nog toe gebeurde. Nou, dat betekent de tekeningen moeten betaald worden, het materiaal moet betaald worden, telefoontjes, postzegels, papier. Zo'n complete verbouwing aan tussenstroomkosten is ongeveer €200. Diezelfde verbouwing, op de nieuwe manier, heel professioneel, kost een architect, kost besprekingen, kost... We hebben een schatting gemaakt, die is ook gestuurd naar wethouder van Eten, mm-hmm. Die daar overigens verder niets mee gedaan heeft. Zo'n verbouwing komt op meer dan €20.000. Ik begrijp het niet. Ja. Dan zegt de SWL dat ze wel te degen iets gedaan hebben met jullie budget, want ze praten over een meldpunt thuiszorg, samenwerking met het WMO-loket en recentelijk participatiepunten met wijkconsulenten. Die participatiepunten die zijn misschien 2 weken oud of 3 weken, iets in die buurt. Hè. Dus dat is iets wat ze gaan opzetten. Het meldpunt is op geen enkele wijze een vervanging van ons werk. Het meldpunt hadden wij vroeger zelf trouwens. Hè. Dus dat is van ons is dat overgedragen naar de SWL. Wij hadden door elkaar genomen toch zo'n 10, 15 meldingen per maand toen we het overdroegen. Mm-hmm. Dat is in januari 2010 is het officieel geweest. Voor die tijd was er al wat werk. Sinds 1 januari 2010 is het aantal meldingen van het meldpunt naar de tussenstroom, dus op ons terrein, 0. Hoe kan dat? Niets. Of ze herkennen niet wanneer er een melding komt op ons terrein, of ze willen het niet doorgeven, of
er wordt wel iets mee gedaan, maar dan wordt het opgepakt door hun betaalde krachten. En op die manier breid je natuurlijk wel een organisatie uit. Dat lijkt me niet helemaal het doel van het werk. Ja. Wat zou er nu moeten gebeuren of gebeuren? U heeft in eerste instantie heeft uw bestuur aangegeven van we stoppen per 1 mei, want er is geen geld meer. Is die kar naar vlot te trekken? Ja, aan de ene kant aardig, aan de andere kant vervelende. Wij waren al bezig met het uitbreiden en opnieuw vormgeven. Hè, want er is natuurlijk wel het een en ander gebeurd de laatste tijd. Sommige zijn ook van onze mensen zijn oud. Mag ik wel zeggen, zo 80-plussen. Dus een enkeling, maar nog wel goed vitaal. Maar dan moet je toch rekening houden dat een aantal activiteiten iets minder gaan worden. We hadden opvolgers daarvoor. Ook een nieuwe voorzitter. Ik ben niet alleen penningmeester, maar nu ook al een jaartje of anderhalf voorzitter ad interim. Ja. De reden daarvoor is ook weer wat vervelend. Onze vroegere voorzitter is zo boos geworden op de directeur van de SWL. Dat hij ter plekke heeft gesteld van ik stop hiermee. Ik wil niet meer alleen maar bezig zijn met organisatiezaken. Daarvoor ben ik geen tussenstromer geworden. Ik gooi per direct het bijltje erbij neer. Ja. Ja, dan moest iemand het doen, dus vandaar dat ik het toen overgenomen heb. Ja. Ja. Maar zit er nog een oplossing? Ja, ik denk het wel. We hebben een bestuursvergadering gehad met dit echt als verhaal van wat kunnen wij nog doen? Stoppen we er nu helemaal mee? Of zien we nog een kans eventueel als, ik mag dat toch wel zeggen, ons gemeentebestuur bij zinnen komt? En 9 van de 12 willen zonder meer doorgaan en gaan nu ook nog op individuele basis gaan ze gewoon door met hun activiteiten. Maar dat is puur uit liefde voor het werk wat we doen. En mocht er dus in april 2014 een ander bestuur komen dat wel ziet dat vrijwilligersorganisaties een hele goede functie kunnen hebben, en we hebben dat 20 jaar aangetoond, hè? Dan kunnen we het zo weer opstarten. Ik ben er in ieder geval ook echt toe bereid. De straatspeeldag in Huissen is ooit begonnen als een initiatief van een straat. Alleen het succes noodzaakte de dames om uit te wijken naar groter. Nu, dit jaar, al voor de 3e keer de straatspeeldag in het centrum van Huissen. En Patricia Wolf van der Heijden, die vertelt hoe dat programma in elkander zit. Huissens Events in de regen, Patricia. Ja. Het is droevig momenteel voor jullie. Het is dramatisch, maar we hebben goede hoop. 1 dag per jaar in ieder geval schijnt de zon. En dat is dit jaar op 12 juni. Ja. Want 12 juni, dan hebben we de 3e editie van de Huissense straatspeeldag, zeg ik toch? De 3e editie hier op het Raadhuisplein en het Aloysiusplein. En voor de 9e keer in Huissen. Voor de 9e keer alweer? De 9e keer. Ja, de eerste paar jaar op het Witte Wieverpad. Ja. En nu dit jaar voor de 3e keer op het Raadhuisplein en het Aloysiusplein. Ja. Jullie hebben daar een heuse stichting omheen gebouwd, als ik het goed heb. Was dat nodig? Ja, want het evenement groeit eigenlijk ieder jaar weer. En het hele organisatieteam is ook uitgebreid. We zijn inmiddels met 7 dames. Super enthousiaste vrijwilligers die het eigenlijk allemaal in vrije tijd doen. Ja, en als je je evenement wil laten groeien en je krijgt steeds meer bezoekers, dan heb je dat nodig. Mm-hmm. Tijd van recessie. Hoe krijg je het rond? We moeten er iets meer moeite voor doen. Ja, de voorgaande jaren was het eigenlijk, je kwam al binnen met je straatspeeldag. En mensen hadden al zoiets van, hartstikke leuk, we gaan dit evenement weer een warm hart toedragen. Maar dit jaar moeten we er even wat meer moeite voor doen, wat meer achteraan bellen. De mensen toch even wat meer duidelijkheid geven van wat het evenement is. Ja, en wat ze daar eigenlijk voor terugkrijgen. Ja. Ja, maar wat krijg ik ervoor terug als bedrijf? Ja, als bedrijf zijnde proberen we er altijd over na te denken. Heel mooi van what's in it for you. Ja. En alle sponsoren die komen achterop de spelkaart. Op onze totaal vernieuwde website. We hebben dit jaar een hele nieuwe website. Met gewoon echt veel meer aandacht voor de sponsoren. Want zonder sponsoren kan je dit al helemaal niet organiseren. En ze komen natuurlijk ook prominent met het logo op die website te staan. Maar ook achterop de flyer. We gaan dit jaar, denken we, ongeveer 1000 flyers uitdelen op basisscholen, bij verenigingen, hier in het centrum.
Dus ja, zoveel mogelijk aandacht als mogelijk is voor iedereen die met ons meewerkt. Ja, ja het is eigenlijk een gezegde als je al wat houdt hoort. Vroeger was een kind heel snel tevreden, kon je hem heel snel bezighouden. Ja. Wat moeten jullie allemaal voor activiteiten uitvinden om de kinderen te trekken alleen al naar de straatspeeldag? Nou, we hopen in eerste instantie eigenlijk een beetje de naam van het evenement. Kom gewoon lekker een middag spelen. Ze kunnen voor 1,50, ja, waar kan je daar tegenwoordig überhaupt nog voor spelen? Heel veel doen, een hele middag. Ze krijgen er ook nog voor die 1,50 een zakje chips, wat limonade, een ijsje. Ze krijgen eigenlijk al heel veel daarvoor. Maar ook hele interessante spelonderdelen die ze gewoon in beweging houdt. Ja. En ieder jaar hebben we eigenlijk een thema om het zo vernieuwend mogelijk te houden. En dit jaar staat alles in het teken van circus. Dus we hebben workshops waar ze actief aan kunnen deelnemen. Er komt een goochelaar, die komt jongleer-acts laten zien. Ze kunnen op eenwielers fietsen. We hebben een enorm grote schansglijden-attractie met een soort van vrije val. Dus eigenlijk ieder jaar weer vernieuwende dingen om ze uit die bank te krijgen, achter die PlayStation of Xbox vandaan, bij ons op het plein om gewoon heerlijk te komen spelen met elkaar. Ja. Nu zeg je net 1000 flyers. Hoeveel kinderen kun je kwijt? Nou, we kunnen er... Ik denk, we kunnen er gedurende de hele dag denk ik wel 3000 kwijt. We hopen altijd maar dat het aantal ieder jaar meer wordt. Dit jaar schatten we ergens in tussen de 1500 en 2000 bezoekers. En daar gaan we ons ook op inrichten. Ja, dat is toch weer meer dan vorig jaar. Ja. Maar om dat met 7 dames in het gereel te houden, dat lijkt me een onmogelijke zaak. Dat klopt helemaal. Dat doen we inderdaad. Wij zijn een beetje de harde kern, zeg maar. Wij sturen aan. En we hebben heel veel dankbare hulp van onder andere onze echtgenoten, die toch ieder jaar weer bestookt worden met het virus. Maar ook leerlingen van het OBC in Huissen. En een aantal leerlingen in het kader van maatschappelijk stage van het OBC in Bemmel. En ja, zij gaan ook voor ons flyeren, maar zij zijn ook gedurende de hele dag bij het evenement aanwezig om alle kinderen bij de sport- en spelonderdelen te begeleiden. Je hebt het over de hele dag. Hoe laat begin je? 2:30. In principe hebben we vanaf 1:15 al de mogelijkheid tot het kopen van de kaarten. En het evenement duurt tot 5:00 met een leuk eindoptreden op het podium en met een van het stadium. Ja, de Stedelijke Muziekvereniging komt weer een leuk eindoptreden verzorgen. En dan hebben we een uitloop tot net zolang de kinderen het leuk vinden en het weer het toelaat. Ja, maar we krijgen zondag weer, hebben we afgesproken. Hè? Want wat zou er in het ergste geval kunnen gebeuren als we het weer hebben van vandaag? We gaan gewoon door. Hoe dan ook, het evenement gaat gewoon door. Ja, dan proberen we eigenlijk met hulp van nog wat plaatselijke ondernemers die zeggen, hier hebben we nog een aantal mooie tenten, de boel te overkappen. Daar komt van DJ Antoine een hele grote crossover te staan. Ja. Dus sowieso heel veel mogelijkheden om droog te staan. Maar ja, wij gaan daar gewoon helemaal niet van uit. Wij steken daar helemaal positief in. Ja. Als kinderen en ouders natuurlijk, of opa's en oma's nog wat meer willen weten, hoe heet jullie website? Straatspeeldaghuissen.nl. Nou, makkelijker kan bijna niet. Op 2 juni aanstaande loopt weer, of lopen, het is eigenlijk schrijden, weer de deelnemers aan de Huissense Omdracht door het centrum van Huissen. Dit jaar weer heel feestelijk, want er is wat te vieren. En ter gelegenheid daarvan ook weer hoog bezoek uit Utrecht. Naast mij is aangeschoven iemand die je daar in geuren en kleuren en uren over kan vertellen, maar zoveel tijd geef ik hem niet. Jan van Net. Ja, dankjewel. Jan, welkom. Goeiedag. Hey, waarom een feestelijke Omdracht dit jaar? Want hebben we toch recentelijk pas gehad, 450 jaar? Ja, toen bestond de Omdracht 450 jaar, meer dan 450 jaar. En nu hebben we 700 jaar kerk. Op die plaats staat al 700 jaar een Rooms-Katholieke kerk. Oké. Okay. En ja, het gebouw is van nu na de oorlog, maar het staat wel op de fundamenten van de oude 13e-eeuwse kerk. Ja, wat vinden we in de Omdracht van dit jaar terug over 700 jaar RK? In de... Nou, ten eerste de kardinaal is op bezoek, de aartsbisschop van Utrecht, ja. Kardinaal Eik. En we hebben het voornemens het plan om een miniatuur van de kerktoren mee te nemen in de Omdracht. Die is er, hè? Die is er. Die staat in de kerk. Dus de toren, de kerk van Bertus. Van de toren van Bertus, ja, die hem ooit een keer nagebouwd heeft. Ja. Dat klopt. Hey,
De kardinaal is toen met 450 jaar ook geweest. Toen was hij nog geen kardinaal. Maar wat, wat trekt hem in Huissen? Nou, de Umdracht, de processie. Dat hij al zo lang is en het uitbrengen van het katholieke geloof, dat trekt hem wel. Mm-hmm. En je ziet het ook in de lijn van Utrecht. Ja, al die kerksluitingen. Er wordt altijd ja, natuurlijk heel emotioneel op gereageerd. Van de ene kant, ja, ik heb er ook vaak moeite mee als je die berichten leest dat er weer een kerk dichtgaat. En zeker wat er nou ook in Els gebeurt. Ja. Maar van de andere kant, met de carnavalsdoptocht zag ik een keer een wagen van 7 kerken dicht. Bedankt voor uw afwezigheid. Zo kun je het ook zeggen. Je catcht de bal terug naar... Ik dacht dat het in Haalderen was, die optocht. Dat die hadden ze dus alle 7 kerken van de Levensbron nagebouwd. Of 6, ja. Want er blijft er maar 1 over. En daar hadden ze dan de tekst onder van bedankt voor uw afwezigheid. Toen dacht ik, ja, er zit ook wel wat in. Ja. Ja. Maar terug te komen op de Umdracht. We hebben dus al meer dan 450 jaar deze Umdracht. We hebben er meer gehad. De Maria-Umdracht, wat staat in de oude gildeboeken. Mm-hmm. De Umdracht in het klooster, in de tuinen van het klooster, die is er ook niet meer. De Umdracht de processie, die is dan na de oorlog ontstaan naar het Maria-kapelletje op Bergde, ja. Waar dus veel gevochten is. Dan in, er was er nog één, in de, god... Naam ligt me op de lippen. Ja, normaal dat zeg ik ook wel eens vaker. Maar jij gaat nou over dingen praten waar ik alleen maar jou over kan zeggen, die ik nog eens niet meer weet. Is dat al zo lang geleden? Wat? Die Umdrachten die niet meer zijn? Ja. Ja, want de Patersumdracht, die kan ik me zelfs niet meer herinneren. Ja. Die kan er best in. Ik kan me ze wel herinneren als groep binnen de Huissense Umdracht. Ja, Paters. Ja. Ja, dat kan ik me ook nog wel herinneren. Ja. En ik ben altijd ook missionaar geweest. En in die tijd, toen was de parochie van de Dominicanen. Ja. Toen liepen ze ook mee, ja, omdat het hun parochie was. Ja. En die is pas als ik het goed heb, in de jaren 80 teruggegeven aan het bisdom. En ja, het ook hebben te maken met onderbezetting, hè? Ja, dat heeft klooster. De hele katholieke kerk. Ik ga ervan uit dat deze Umdracht weer een thema, zeker een titel heeft. Ja, 700 jaar gewijde grond. Gewijde grond, is dat niet een gevaarlijke uitspraak? Hoezo? 700 jaar gewijde grond, alleen omdat er een Rooms-Katholieke kerk staat? Is ja, dan de grond om de kerk ook gewijd? Want het is het rondje om de kerk heen. Het is, ja, je draagt ons Heer door de straten van Huissen. En ja. Je weet dat voor elk rustaltaar daar een betekenis achter mm-hmm. zit. Van de jeugd, de oogst, het... De laatste avond aan het overlijden. Gewijde grond is... De kerk staat op gewijde grond. Dus zo moet je dat dan zien. Okay. Niet dat alles gewijde grond is. Ik wil zeggen, want dan zouden daar ook gewijde mensen op moeten ja, leven. Nee, dat, ik dat weet dat daar een paar figuren lopen die... Dat kan. Ja. Hey, is het ook fysiek aanwezig in de Umdracht? In de Umdracht? Ja, wat ik net dus zei, van we proberen de kerktoren mee te laten lopen. En voor de rest is het een normale Umdracht, al de groepen die meelopen. Ook wij hebben last dat er minder mensen meelopen. We hebben ook vaak moeite om groepen op te vullen. Kijk maar naar muziekverenigingen. Ja. Vroeger had je er een stuk 4, nu jij er nog maar 2. Maar je snijdt vroeger aan. Ik ben in de gelukkige omstandigheid ook over vroeger al te kunnen praten. Ja. Nou, ik kan me herinneren dat we muziekverenigingen vroeger uit Zevenaar, Westervoort, klopt. Roessen. Ik kan me ook herinneren dat we jaren geleden, klinkt beter als vroeger, ook de band uit Arnhem hebben gehad. We hebben ook de Maria-processie van Kevelaar uit de Arnhemse Broederschap een keer mee gelopen. Maar waarom nu niet meer? Ja, die schrijf je aan en je krijgt of geen reactie of geen interesse. Maar wat is het meeste? Geen reactie of geen interesse? Het meeste is geen interesse. Dan? Ja, er is nog werk aan de winkel voor ons. En daar gaan we ook aan beginnen. Of daar zijn we ook mee bezig. Ja. De Umdracht, je moet niet zien van dat het...
Ja, de katholieke kerk, dat heb ik al eerder verteld, hangt helemaal aan elkaar van allerlei symbolieken en rituelen. Vaak nog rituelen van voor de christentijd. Mm-hmm. Zo moet je dat ook met de umdracht zien. Het is het beleiden van je geloof, maar het is ook weer het uitbrengen van het brengen van hoop. Goede oogst, goed leven, enzovoort. Ja, net als dat vroeger aan de goden was. Daar kom je weer terug op het paasvuur van de vuren werden ontstoken aan de rand van de landerijen, want de as van het vuur zou dan zorgen dat je een goede oogst krijgt. Ja. Later is dat allemaal verchristelijk. Ja. Maar jullie zijn, zoals je zelf al zei, er ligt dan nog werk wat de muziekverenigingen aangaat. Maar ja, niet alleen met muziekverenigingen met hoor. Met 450 jaar. Wat dacht je van de Rooms-Katholieke Huissense voetbalvereniging? Bijvoorbeeld, die komt wel aan denk ik. Maar met 450 jaar Umdracht is er een wereldbol gemaakt door de Russische kunstenaar Leo Scholten. Ja. Daarmee zijn jullie op de scholen geweest. Ja. Kun je daar nog wat van merken nu in deze Umdrachten? Die erna gekomen zijn? Er zijn, weinig. Er zijn bij de bruidjes wel wat kinderen nog wel bijgekomen. Hoofdacolyt heb ik er ook het profijt van dat er wat missienaars zijn blijven hangen. Maar voor de rest is het weinig. Maar ze vonden het allemaal een fantastisch project, want er hebben behoorlijk wat scholen aan meegedaan. We hebben dus als Umdrachtcomité ook gezegd, 1 keer in de 5 jaar gaan we dat project doen. Want je moet dat niet elk jaar doen. En je moet ook weer rekening houden met de scholen. Die zitten allemaal op projectbasis en dan moet je vaak 1 jaar of 1,5 jaar van tevoren weer maar dit is een project wat een leven lang duurt. Ja. De Umdracht. Ja. Ja, maar probeer nou maar eens binnen te komen bij de scholen. Die hebben dit jaar is dit onderwerp, het volgend jaar is weer een ridderonderwerp, en dan is het weer historie, enzovoort. En, en als je het elk jaar gaat doen, dan wordt het een gewoonte. Heeft het ook te maken met het feit dat het geen RK-scholen meer zijn, voor een grote Dat heeft er ook mee te maken, tuurlijk. Bij een RK-school zou je zo naar binnen kunnen komen. Ja. En bij andere scholen, openbare scholen en zo, wordt het natuurlijk wel wat lastiger. Ja. Hoe is de medewerking trouwens van de mensen in de straten? Nou, die is goed. Als je weet, het Umdrachtcomité bestaat uit bestuur en dat is weer allemaal verdeeld in werkgroepen. Nou, er is een groep stratenversiering. Daar bemoei ik me niet zoveel mee, maar ik weet dat heel goed loopt. Die zijn vaak vrijdags, zaterdags al bezig om de spullen uit de toren te halen, om het neer te zetten. Ja. Zondagmorgen om 6 uur worden de bloemen weer in de bloembakken allemaal gezet. Dan worden de vaandels opgehangen, op zaterdag vaak de mastaal. Ja. Dus dat is een goed georganiseerde organisatie. Ja. Dat we loopt gaan, goed. We gaan in de tussentijd ook eens even kijken naar beelden van een Umdracht, zodat de nieuwe Huissenaren en de nieuwe Lingewaarders. Dat is van vorig jaar. Dat is de hulpbisschop Monse Hogeboom. Ja, het gezicht komt bekend voor me, kan er geen naam bij plaatsen. Maar jij zegt het, dus zou het zo zijn. Ja. Dan zien we onder andere de hulpaltaren. Het is allemaal rustaltaren. Het is allemaal met 450 jaar Huissenaren. Heeft het allemaal een upgrade gekregen? Ja. Is het allemaal opgepimpt weer? Ja. Nieuw gemaakt? Je ziet ook aan die koormantels met het logo van de Umdracht. Ja, dat hebben we dus toen met die kerstmarathon het geld voor gekregen om die dingen, onder andere die dingen ook aan te schaffen. Ja, wat de mensen niet weten is dat heel stiekem onder in de zon hebben we toch ergens met veel stift Huissen TV gezet. Zodat de mensen... Dat klopt. Ja, dus... Dat was een gigantische boost die de hele Umdracht gekregen heeft. Het voortbestaan op een of andere manier is, in ieder geval in het materialistische, is het wat meer verzekerd voor de toekomst. Wat moet er gebeuren om een Umdracht in Huissen blijvend te laten zijn? Ja, hangt dat van de mensen af of hangt dat van... Het hangt een groot gedeelte van de mensen af, maar het hangt natuurlijk ook af van de kerk. Ja. Er zijn plannen voor op de markt. Ja. Met de man die op de kleintjes let. Ja, en de markt dicht te volgens bouwen. Volgens de eerste tekens zou er dus niet veel ruimte meer overblijven om daar nog iets met processie Umdracht te doen. Nou, die processie die gaat daarheen. Het zal waarschijnlijk, het rustaltaar op de markt,
Ja, daar zullen we anders naar moeten gaan kijken. Je kunt hem niet op de plek neerzetten van de foef, want... Nee. Die plek is afgegraven. Dat is dus de oprit naar de dijk voor voor de jongere Huissenaren. Ja. Nee, dat klopt. We hebben de tekeningen en die plannen wel gezien. We hebben er een beetje over bekeken. Maar we moeten eerst nog maar zien of dat allemaal wat doorgaat. Kijk, lukt dat met de HEMA? Want er stond ook in de krant dat de HEMA misschien een statuus wel. Ja, dat is de politiek binnen Engeland. Laat eerst de politiek maar beslissen van of het überhaupt wel komt. Ja. Want dan zien we wel verder. Ja. Maar ik bedoel, dat is in ieder geval geen oorzaak geen waarom... Geen obstakel dat de omdracht er niet meer zou zijn. Oké. Okay. Die blijft er toch lopen. Want als je dan door de eeuwen heen bekijkt... Vroeger heeft daar een gemeentehuis gestaan. Toen was het ook wel een plein. Ja. Maar de bebouwing op de markt was ook heel anders. Het Waaggebouw had er ook gestaan. Ja. Toen was het ook allemaal wat compacter, wat kleiner. Ja. Dus het kan wel, hoor. Ja. Goed, ik had al gezegd, zondag 2 juni, ja? Dan is die. Hoe ziet het programma eruit? Nou, als je het hele programma hebt, om 10 uur begint de Eucharistieviering in de kerk. Van daaruit trekken we met het Allerheiligste... vanaf de kerk door de straten van Huissen. Ja. En dan daarna is het afsluitende lof. Wat zal het zijn? Half 6? 1 uur. 1 uur? Ja, 6:30. Ja, nee, ik weet niet. Nee, na 1 uur, 2:30, dan ben je weer terug in de kerk. En dan heb je de afsluiting met het lof. Ja. En dan het mooie ervan is dan... De muziekvereniging komen spelend de kerk binnen. En dat is, ook al geloof je niet... Het is altijd een heel mooi gezicht om te zien. Ja. Dus alleen vanwege dat al? Er hangt een sfeer. En dat moet je zien. Het is hetzelfde als mensen die zeggen die naar Lourdes gaan. Ook die niks met Maria hebben of het katholiek geloof. En die zeggen van als je dat dan ziet, dan doet het je toch wel wat. Ja. En dat is met de Umdag ook zo. Het theatrale. Ja. Ja. Ja, en ook het gevoel. Ja. Ik heb wel eens vernomen dat er na de Umdracht koffie drinken was. Ja, dat is ook zo. Na de Umdracht is in de oude raadzaal is er nog koffie drinken, de ontvangst. Ja. Dus welkom. Ja, wat gebeurt er met de bloemen die onderweg staan? De bloemen worden na de Umdracht verkocht. Waar? Bij de kerk. Dus na de Umdracht, dan tijdens het lof al is er al een groep van die vrijwilligers de bloemen weer op aan het halen. Om bij de karren bij de kerk te zetten, zodat de mensen uit de kerk komen, de gelegenheid krijgen voor een zacht prijsje die bloemen te kopen. Economisch bedacht, hè? Ja, natuurlijk. Even zorgen dat de handel klaar staat voordat de klanten komen. Ja, dat is creatief zijn. Ja. Die bloemen moeten jullie zelf ook kopen als Umdrachtcomité? Ja. Dus het is eigenlijk kostendekkend dat het spul verkocht gaat worden. Ja. Ja. En dan de zaterdag daarvoor. Ja. Een paar weken geleden hebben we de haan van de toren afgehaald. Ja. En de zaterdag ervoor, om 3 uur 's middags, komt de haan verguld en wel weer terug. Verguld? Door Leo Scholten. Weer door Leo Scholten. En die doet dat zelf helemaal op eigen kosten als met de Stichting Volkswagen. Die hebben het idee opgevat, de kerk bestaat 700 jaar. Je moet het sober vieren. Ja. Dat hebben we tot nu toe al gedaan. Maar je kunt wel voorstellen dat bij mij af en toe het jeukt om toch wat te doen. En toen kwamen hun met het aanbod van, we halen die haan eraf en we gaan hem helemaal opnieuw vergulden. Sober. Ja, sober. Nou, dan blinkt die mooi. Ja. Kijk, als je echt een heel feest wil hebben, dan pak je natuurlijk flink uit en dan organiseer je van alles. Ja. Maar dat hebben we nu niet gedaan. Nee, maar dat komt nog, hè? Nou, met jullie kerkwijding... Jullie hebben een ton gekregen, hè? Of niet? Wie zijn jullie? Voor de Huissen 700, dat is een stichting voor Huissen. Oh, haal ik twee dingen door elkaar heen? Je haalt twee dingen door elkaar heen, Is goed. Maar daar wil ik wel even op inzeggen. Ze zeggen, in de krant stond dat wij een ton krijgen. Ja. Maar we moeten eerst zelf een ton bij elkaar hebben. En dan pas krijgen we het geld. Okay. En dat stond er niet bij. Ja, je hoeft niet kwaad te worden. Nee, de krant wordt vaak anders... geïnterpreteerd zoals de waarheid. En dan krijg je reacties erop. En dan verdwijnt die waarheid. En dan krijg je een negatieve spiraal. En dan bereik je niks meer. Maar die turnen jullie ongetwijfeld weer om. Wij doen ons best.
Goed. Hey, ik hoop dat het 2 juni weer bewaarheid wordt dat onze Lieve Heer een huisnaar is. Ja, dat mooi weer. En een hele hoop mensen weten dan dat we dan vragen om mooi weer. Succes met de voorbereidingen. En met die haan, hè? Als er een cameraman van jullie is, die gaat mee de bak hier in de boom. Die haan die gaat gefilmd worden. 49 meter hoog. 49 meter. Nou, Patrick die heeft geen hoogtevrees. Goed zo. Dus Patrick gaat mee omhoog om de haan te bekijken. Oké. Okay. Dankjewel voor je komst. Oké, niks te danken. En daarmee ben ik gekomen aan het einde van de, ik weet niet hoeveelste uitzending van Huissen TV. Maar we hebben er gelukkig nog 1 te gaan. Want we willen natuurlijk nog een hele hoop mensen gaan bedanken. En misschien ook nog een paar karakteristieke fragmentjes van Huissen TV laten zien. Zoals ik in het begin al zei, blijf kijken naar de kabelkrant Tekst TV van Huissen TV. Want daar vindt u alle informatie wat u moet doen om straks op het nieuwe kanaal van Lingewaard lokaal terecht te komen. Ik zeg u in ieder geval bedankt voor het kijken van vandaag. Een fijne zondag en graag tot de laatste uitzending van Huissen TV.